lekker bezig met zijn bal. En de poesjebeestjes zijn allemaal binnen. Ja. Tot lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, ik wens jullie allen een hartelijk welkom toe bij deze nieuwe vlog. Het zonnetje schijnt weer. Het is nog wel koud, maar het is wel wat zachter. Qua wind en alles, het waait nog wel hard hoor. Althans, hier aan de kust wel. Nou ja, ik kan de pret niet drukken. Daarom wens ik jullie even goed wel een hartelijk welkom op mijn nieuwe vlog. En ik zou zeggen, geniet ervan. En doe wat jullie doen willen. En ja, blijf vooral kijken naar mijn vlogs. Hè. Iedere dag weer een nieuwe. Zo is dat. Vrienden, tot later. Kijk eens hoe groeien in de bel. Kiekeboe, wat je kiekeboetje te spelen? Ja, wat je kiekeboetje te spelen? Nou, lieve vrienden, ik ben blij. Ja. De telefoon, die doet het weer. Dus kan weer gebeld worden. En kan weer zelf bellen. Ja, ik ben er blij mee. Gaat goed. Dus ja, en nu? Ha, ik was bezig een vlog naar YouTube te brengen. Die wordt donderdag de 22e geplaatst. En ik zou net gaan beginnen om met mijn videopad te werken. Dat wordt een speciale vlog. Ja. Dat is namelijk een terugblik in een klein stukje van mijn leven. Met mijn dierbare man. En nog een stukje van onze huwelijksinzegening. En dat is gewoon lekker thuis gebeurd toen. Ik had in het vorige huis, was niet hier. En ik heb al het geluid. Ga ik wegdoen van ons, waar gesproken werd. Want dat vond ik een beetje te privé om neer te zetten. Dus ik zet er muziek onder. Wel aangepaste muziek, omdat mijn man er niet meer is. Dus ter ere van mijn man zet ik die vlog neer. En ik hoop dat jullie ondanks alles ervan zullen gaan genieten dan. Maar dat wordt dan de 23e geplaatst. En deze, ja, die komt weer in. Dit wordt daarna geplaatst. Dus ja. Oké, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik had het jullie beloofd. Die kaars die ik gisteren gekocht had, om die even op de desbetreffende spiegel te zetten, waar die dus nou bij hoort. Ja, dan zien jullie dat het die kleur van het zand hetzelfde is. En dat hij er heel leuk bij staat. Ja, hij is splinternieuw. Dus papiertje zit er nog om van de, ja, Le Duc weet ik veel. Candles. Het staat allemaal op. Enkel als ik jullie was, zou ik wel een mooie glazen, mooie dingen, kaarsenstandaard kopen waar die in past. Zoals voor kaarsen. Net zoiets als waar ik dit vaccinelichtje in heb. Nou, het vaccinehultje eruit. Dat was toch op. Ja, dat dingetje. Nou, daar past die dus niet in. Maar je hebt zoiets ook natuurlijk in het grote koop. En ja, daarom kun je hem dan inzetten. Want anders, als je die kaars aan doet, komt het kaarsenvet erop. Nou, dat is even zonde. Ja. Je moet voorzichtig schoonmaken. Het kan niet onder water. Dat gaat niet. Nee, dan laat alles los. Nou, leuk kuikentje. Echt leuk voor de Paasen. Dit gaat weg voor 7 euro. Voor 7 euro mag u dit dus bestellen bij mij. Ja, ja. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus, sla je slag. Ja, hondje lief, hè? Ja, nee, je ging er net zo tekeer, je blijft wel even binnen. Ja. Nou, lieve vrienden, met die vlog waar ik mee bezig was, met de terugblik in mijn leven, van mijn mannetje enzovoorts, dat is er net even mislukt door andere problemen die zich tot mij kwamen even.
Maar die zijn weer opgelost. Dus nou moet ik wel alleen nog dat filmpje weer in elkaar zien te krijgen bij mijn videopad. Maar dat komt ook allemaal weer goed. Dat het is nou aan het laden om het erin te krijgen. Dat komt goed. Zeker weten. En ja, ik zou zeggen, ik ga een bakje koffie maken. En ik heb een bakje koffie erbij. Even daar ook van genieten terwijl ik met die vlog bezig ben. Daar ligt een prinsesje te slapen. Op de vensterbank ligt mijn andere beauty. En meneer ligt nou daar. En waar de rode rakker is, ja, weet ik niet. Ik kan buiten wezen, ik kan binnen wezen, ik kan boven wezen, ik kan overal zijn. Ja, ik weet het echt niet. Dus, maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. En voor degene die gaat eten, smakelijk eten. Doei doei. Ja, lieve vrienden, zo is het weer aan het einde van deze vlog gekomen. De dag is weer voorbij. Het is alweer in de nacht, 1:15. En morgen is het weer woensdag. Krijgen we eerst onze hulp weer. Mijn persoonlijke begeleider. Ja, we moeten morgen ook allemaal weer bestemmen. Ja, dus vergeet dat niet. Laat je het niet doen of ga je het niet doen. Dan weet dan wel dat je stem naar iets toe gaat wat je dan absoluut niet zou willen hebben. Dus ga wel vooral te stemmen. Ja, want anders dan komt het helemaal niet meer goed in deze maatschappij. Het is al zo slecht. Dus laat je stem rechtsgeldig wezen. Kom op en allemaal naar die stembureau. Doen wij ook, dus iedereen. Kom op, allemaal. Wees er voor elkaar. Ja. Ik zou zeggen, voor nu, welterusten, slaap lekker. Tot morgen, dus tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. En mijn hondje zegt ook doei, doei. Hè? Ja, nou. Ja, je lieve. En jij dan? Hé, zeg jij ook nog dag? Oh ja, zeg jij ook nog dag? Oh ja? Oh, is het zo? Nou, dan gaan we toch naar bedje toe, hè? Maar daar zit er ook nog één. Die wil ook nog, denk ik, gedag zeggen. Hé? Daar zit er ook nog eentje. Ja. Hé? Meisje. Ja, nou. Jij. Hé? Ja, meisje. Jij miauwt niet zo, hè? Nee. Nee, hè? Dat doe jij niet. Dat, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen nogmaals tot morgen.